Duivense politiek heeft op woensdagavond een extra raadsvergadering ingepland. Aanleiding is de zogeheten verplaatsingsvariant voor de doortrekking van de A15... die minister Melanie Schulz van Hagen afgelopen donderdag presenteerde. In haar idee blijft de snelweg langer noordelijk van de Betuwelijn lopen. Daardoor ontstaat er een grotere afstand tot de wijk Diesveld... en komt de doortrekking 6 meter verdiept te liggen. Dat stukje is met name goed nieuws voor het wijkje Diesveld... waar veel mensen wonen en ook veel kinderen op korte afstand van die snelweg. Dus dat is belangrijk nieuws. Maar ik heb het gevoel dat je er zeker niet helemaal bent. Het is echt, ik heb het donderdag begrepen als een paar honderd meter van het hele tracé, wat 6 kilometer door Duiven loopt, het hele tracé, dat er een klein stukje aangepast wordt. Zo heb ik het donderdag begrepen, dat ze dat wil bestuderen. Ook dat heeft meer kosten en daar heeft ze ook het geld nog niet voor. Wat zou dit idee van de minister betekenen voor de rest van de streek? Het idee wat ze donderdag gepresenteerd heeft, dus het nieuwe in het plan, betekent niks voor de rest van de streek. Want ik heb geen wijzigingen gehoord over de kruising van het Pannerdenskanaal. Sterker nog, dan houdt ze erg vast aan de brug. En ik heb ook geen wijzigingen gehoord in het gebied van de Hellhoek. Dus waar het tussen Zevenaar en Duiven doorgetrokken moet worden. Daar heb ik geen nieuwe plannen voor gehoord. Het door de minister voorgestelde alternatieve tracé lijkt goed te vallen bij de burgemeester en de verkeerswethouder. Bewonersgroep Groessen A15 en de Gelderse Natuur- en Milieufederatie lopen er minder warm voor. Volgens die twee biedt het alternatief wel een oplossing van de wijk Diesveld, maar niet voor de rest van de streek. Woensdag is volgens mij een vergadering. Een extra gemeenteraadsvergadering in Duiven, ja. Hoopt u dat daaruit komt? Geen idee. Wat ik in elk geval niet hoop is dat men nu in Duiven met algemeen applaus die kleine verandering die Schulz heeft voorgesteld, dat men dat als het ei van Columbus zal benaderen en daarmee helemaal overstag gaat en nou de combi variant 2 gaat verlaten. Want dat risico ligt zeker op de loer. Kijk, tot nu toe heeft Duiven zich ook achter de combi variant 2 geschaard. En als je nu zou zeggen van oh, we zijn heel blij met die wijziging van de minister en dan kunnen we het ook wel met een noordelijke ligging doen, dan ben je nog verder van huis, denk ik. Ja. Commercieel directeur Marie-José Helle vertrekt per 1 juli bij Vitesse. Haar aflopende contract wordt niet verlengd, omdat de club uit Arnhem zich momenteel beraadt over een nieuwe structuur van de commerciële organisatie. Helle trad in juni 2010 in dienst bij Vitesse. Eerder deze week werd al bekend dat trainer John van der Brom weinig toekomst had bij de Arnhemse club. Hij verkaste naar het Belgische Anderlecht. Volgens de Russische media neemt ook Wilfried Boni deze zomer afscheid van Arnhem. De spits zou overstappen naar Rubin Kazan. Zijn zaakwaarnemer bevestigt dat het er naar uitziet dat Boni in de zomer Vitesse zal verlaten. In het kantoorpand aan de Merwedestraat in Arnhem, dat dinsdagochtend door een brand werd verwoest, zijn de restanten van een hennepkwekerij gevonden. Uit nader onderzoek is gebleken dat in het pand een wietkwekerij was gevestigd. In het pand dat verloren ging, waren een rijschool, een garage en een groothandel gevestigd. In geen van deze bedrijven was de kwekerij ondergebracht. Onderzocht wordt of de kwekerij de oorzaak van de brand is geweest. De politie onderzoekt ook nog wie verantwoordelijk was voor de plantage. Er gaat geen dag voorbij of een marktkoopman moet zijn kraam noodgedwongen opdoeken. De handelaren slagen er onvoldoende in om koopjesjagers te lokken. Dat stelt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Consumenten kiezen tijdens de economische crisis voor discounters, zoals de Aldi of de Lidl, en doen aankopen via internet. De markt, waar 10 kramen met zwembroeken naast elkaar staan, worden genegeerd. Hoe groot is de invloed van de crisis op de markt in Nijmegen? Ja, dat merk ik zeer zeker. Ja, dat merk ik echt. Ja, het wordt echt een stuk minder. En vooral met de weer, hè? Dat is helemaal een drama. Ja, beslist. Beslist. Ja. Minder klanten? Ja, minder klanten en ja, over zijn geheel, over alles. Ja. Ja, ook qua inkoop, qua alles. Ja. Soms wel, soms niet. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja, er zijn minder mensen in het centrum, dat merk je wel goed. En ze kopen iets minder, maar echt veel last van nog niet. Beduidend minder bezoek en kritisch op de prijs. Dus kritisch op de prijs, als ze het wel of niet aankopen. Ja, een crisis en niet alleen crisis. Je hebt ook internet en Nijmegen heeft een slecht parkeerbeleid. Dus je kan je auto's nergens kwijt. Dan hebben ze weer het gekke idee om hier een tram er doorheen te laten lopen. Dus dat speelt ook allemaal mee. Dat zijn natuurlijk allemaal geen goede berichten. Nou lopen er alleen maar mensen die iets nodig hebben. Door het slechte weer. Maar mooi weer heb je ook passanten. En dan is het iets beter.
En ik moet eerlijk zeggen, wij hebben heel veel vaste klanten. Ik sta al heel lang, dus... Het is vandaag wel heel slecht weer, maar bij goed weer valt het allemaal wel mee, hoor. Tenminste, ik zelf vind het allemaal wel meevallen. Een hoop mensen lopen wat te klagen, maar... Nee, ik vind het nog niet zo heel erg. Het kan natuurlijk nog komen, maar... Ik denk dat het wel meevalt. Volgens veel consumenten zijn er veel te veel kooplieden... die vrijwel identieke sokken, broeken en overhemden verkopen. Handelaren die zich beter onderscheiden... met verse producten zoals kaas, vis of olijven... die kunnen nog wel een goede boterham verdienen... Zo stelt de branchevereniging. Ja, je moet je kunnen onderscheiden. Net zoals deze kraam ook. Die is onderscheidend ten opzichte van de rest. Dus dan kunnen we nog wel iets verkopen. Maar als je echt van één of minder artikel moet hebben, ja, dan wordt het heel moeilijk. Nieuwkomers, wat ik die mee moet geven? Nou, ik zou zeggen, van ga nog even verder op school leren. En dan, ik zou zelf niet meer nog opnieuw gaan beginnen op de markt. Ik sta er 20 jaar, dus voor mij is het allemaal geen probleem meer. Maar als je nieuw moet beginnen, dan zou ik dat niet doen. Ik heb ook een langste tijd gehad. Hè? Dus van ons is het meer een hobby geworden. Hè? Maar jongelui zou ik het niet meer aanraaien, nee, om het nog te doen. Maar het is ook misschien wat beter. Want als bij een hoop de stekker eruit gaat, wordt het voor de ander weer beter. Dus eigenlijk moet de helft omvallen en dan wordt het voor de ander weer beter. Ach ja, naast het feit dat uw 50 cent op de markt een euro waard is... blijft het struinen langs de gezellige marktkraampjes toch ook een onderdeel van onze cultuur. En in de benen voor een vers stuk fruit of een leuk truitje is natuurlijk veel gezonder dan lui bestellen achter de computer. En u helpt dan in elk geval mee om dit stukje Nederlandse cultuur te behouden voor de toekomst. Een perronwijziging in Arnhem moet ervoor zorgen dat reizigers uit de Achterhoek en de Liemers in Arnhem een grotere kans hebben om bij vertraging hun trein richting Utrecht te halen. Vanaf 11 juni komen alle treinen van maandag tot en met vrijdag tot 7 uur 's avonds aan op spoor 6B in plaats van spoor 6A. Reizigers hoeven daardoor minder ver te lopen naar de Intercity richting Utrecht. Daarnaast kan de Sinterstrein ook eerder stoppen. Alles bij elkaar scheelt het een halve minuut, hetgeen bij vertraging net genoeg kan zijn om de Intercity te halen. In meer dan 25 bioscopen zijn deze zomer de wedstrijden van het Nederlands elftal te zien. Tijdens het Europees kampioenschap kleuren de bioscoopzalen oranje. Bij Villa Lux in Nijmegen zijn films te zien van de deelnemende landen. In de overige bioscopen in de regio kun je kijken naar de avonturen van Oranje... met in de hoofdrollen Robin van Persie, Arjen Robben en Wesley Sneijder. En de regie die is in handen van bondscoach Bert van Marwijk. Première 9 juni, klokslag 6 uur. Als toerist door Arnhem toeren in een bus... Als het een beetje mee zit, dan kunnen de eerste toeristen begin volgende maand per toeristenbus langs de belangrijkste attracties van Arnhem rijden. Passagiers kunnen een dagkaart kopen waarmee ze de rit maken. De raadsleden Sabine Anderweg van D66 en Jan Soek van Zuid Centraal zijn de initiatiefnemers. Het is op dit moment zo dat je via allerlei ingewikkelde lijnen zeg maar, bij de attracties in het noorden van Arnhem moet komen. En die liggen een eindje weg van het centrum. Dat betekent dat een heleboel toeristen met name wel weten dat het een en ander in Arnhem te doen is, maar dat het nogal ver weg ligt. Nou, om nou dat bruggetje te slaan, hebben we gezegd van goh, maar luister, we hebben hier in de buurt het Openluchtmuseum, we hebben Burgers' Zoo, we hebben de Hoge Veluwe, we hebben het Legermuseum, het Oorlogsmuseum, we hebben het Watermuseum. Laten we nou eens door middel van een historische bus, een oude bus uit de jaren 60, de verbinding gaan maken van Arnhem station naar die toeristische attracties toe. Zodat er in wezen het toeristische feestje, mag ik het zo noemen, al begint bij het station. Nou, dat is een beetje het idee en daar is heel erg positief op gereageerd. En wat wordt er dan precies in die bus verteld? Ja, jij gaat er al vanuit dat er wat verteld wordt, maar dat klopt inderdaad, ja. Die mensen komen in de bus. En misschien dat je wel eens in grote steden als Barcelona, Londen en dat soort plaatsen meer bent geweest. Overigens niet te vergelijken met Arnhem, het gaat om het idee. En dat betekent op het moment dat die mensen in de bus gaan zitten, dat ze al informatie krijgen van wat is het Watermuseum? Wat wordt daar gedaan? Wat is de Burgersboes? Wat wordt daar gedaan? Wat is het unieke van de Hoge Veluwe? Wat wordt daar gedaan? En dus men krijgt ook een stukje voorlichting van daar waar de haltes zijn en waar ze uitstappen. Kunnen mensen dan ook hier ook echt naar binnen of zit dat niet bij de prijs inbegrepen? Nee, zo royaal zijn we niet. Het betekent wel dat ze een dagkaartje krijgen, dat is althans de opzet. En dat betekent dat families, gezinnen of wat dan ook, die kunnen inderdaad met die bus mee. Ze kunnen overal uitstappen en weer instappen op die dag. Klein idee, ik kan me voorstellen dat je bij het Watermuseum, hoe leuk het ook is, maar geen dag doorbrengt.
En op dat moment, ja, dan zou je weer een kaartje moeten kopen. Maar dan kunnen ze dus zeg maar de volgende bus weer nemen of de bus daarna. En dan kunnen ze op dat moment zeggen van nou, oké, we gaan naar, noem maar een activiteit op, Hoge Veluwe, Openluchtmuseum, Legermuseum en dan weer verder gaan. Zoek en Anderweg wachten nog op een reactie van vervoersmaatschappij Hermes, die met ingang van eind 2012 concessiehouder voor het openbaar vervoer in de regio Arnhem zijn. Hermes die heeft de concessie gekregen en die heeft daar ziedend veel geld voor moeten betalen om al het vervoer in Arnhem, Nijmegen omstreken te regelen. En die waren dus in eerste instantie niet erg gelukkig dat er zeg maar, een bus ging rijden waar hun zeg maar, in eerste instantie geen invloed op uit konden oefenen. We hebben een proefrit gehad, dat hebben jullie kunnen lezen in de krant en jullie besteden nu ook aandacht aan. Het was buitengewoon leuk. En daarna zijn we dus naar Hermes gegaan, hadden een afspraak mee. En die hadden in eerste instantie iets van, van ja, wij vinden dit niet prettig. Dat gesprek is overigens buitengewoon leuk verlopen, omdat wij inderdaad hebben gezegd van nou, de insteek is, of het begrip van onze kant is er dat jullie daarmee een probleem hebben. We hebben dan toegelicht, want even geen misverstanden, het wordt een proef de komende paar maanden. We moeten allemaal gaan kijken hoe het loopt. En we hebben ook gezegd van, kunnen we misschien naar een constructie komen, ja, waarbij zeg maar, jullie op een of andere manier toch mee participeren, ook in financiële zin. Ook de directeur van Burgerzoo, Alex van Hoof, is bijzonder gelukkig met de plannen. Nou, het is een hartstikke goed initiatief dat er wordt gekeken naar een toeristische bus die in Arnhem gaat rijden. Het is niet alleen een heel goed initiatief voor ons als Burgerzoo, maar het toont weer aan dat Arnhem echt een attractiestad is. Want hij gaat langs verschillende locaties rijden natuurlijk. Hij gaat langs het Watermuseum, het Nederlands Openluchtmuseum. Hij komt bij het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Komt hij langs, bij ons komt hij langs. En we krijgen dus een verbinding met elkaar. En dat is eigenlijk wel heel mooi, want dat hadden we tot nu toe op deze manier nog niet. Dus wat dat betreft is het een goed initiatief voor ons. Zijn wij er heel blij mee. En is het een heel goed initiatief voor Arnhem als attractiestad. Maar we moeten nog even kijken of het helemaal doorgang kan vinden. Nou, en daar wordt volgens mij heel hard aan gewerkt. Binnen 2 weken wordt duidelijk of de komst van Bus Touristic werkelijkheid wordt. En tot die tijd zal de toerist het nog met de benenwagen moeten doen. Het valt wel mee, volgens demissionair minister Opstelten van Justitie. Maar hij erkent dat de invoering van de wietpas ook heeft geleid tot enige verschuiving van het gedrag van drugsgebruikers. De mensen die zich niet willen registreren gaan nu naar plaatsen waar de pas nog niet is ingevoerd, zoals Nijmegen. Drugstoerisme uit het buitenland neemt wel af, maar de overlast op straat blijkt ook toegenomen. De coffeeshops die zijn ook niet blij met de wietpas. Minstens 150 patiënten in Nederland, waaronder 80 in Nijmegen en in Doetinchem, zijn besmet met het VRE-bacterie. Paniek is echter volgens de artsen onnodig, omdat niemand er echt ziek van kan worden. Het micro-organisme dat ongevoelig is voor antibiotica komt bij 5% van alle wereldburgers voor en is voor gezonde mensen al compleet onschuldig aanwezig in de darmflora. Ziekenhuizen zijn wel bang voor genetische uitwisseling met andere resistente bacteriën. Maar dat is ook een doemscenario, aldus de specialisten. De oranjekoord stijgt en veel artiesten doen een gooi naar de beste EK-hit. De vraag kwam eigenlijk van 3FM-dj Giel Beelen. Die vroeg zich hardop af wie de minst slechte EK-hit zou schrijven dit jaar. En daaruit vloeide een heuse voetbalhitverkiezing. Onze prachtige regio Gelderland kent maar liefst 2 knallers die in de race zijn voor de titel. Arno Kolenbrander, u kent hem nog, uit Millingen met Heel Europa. Maar ook Benny Solo uit Nijmegen gooit een hit in de strijd. De wedstrijd is begonnen. Jij gooit een hit in de strijd. Ja, ik ga een hit in de strijd gooien. Nou, eigenlijk oud succes hè, van 2 jaar geleden, van het WK. Nu brullen de leeuwen en we worden kampioen. Ja, die kennen we nog, ja. 2 opmerkelijke namen. DJ Rasta Ruud. En DJ 50% Vuller, wie zijn dat? DJ Rasta Ruud, die stapt als we speak en nu in een cabrio en die rijdt naar Oekraïne. Als mascotte van de Oranje Camping, dus dat is echt draken warm hart toe. Ik heb het samen met hem en DJ 50% Vuller die hit toen gemaakt. Oké, ja toen, want het is een hit van? Het is een hit van het WK, van 2 jaar geleden. Maar ja, weet je, goede wijn moet ook even een beetje liggen, hè, voordat die gedronken mag worden. Dus zo moet je het eigenlijk een beetje zien. De single kent een hoog meezing, meezwaai en polonaise gehalte. Ingrediënten die een echte voetbalknijter tot een smaakvolle succesformule maken. En waarvan het aanstekelijke refrein niet meer uit het hoofd te branden is.
Ja, dat is precies de bedoeling toch, Benny? Ja, feest, dat vind ik ook. Eigenlijk dat gevoel van 88, dat herbeleven toen we Europees kampioen werden. Dat willen we herbeleven in het nummer. Maar we willen eigenlijk ook gewoon iedereen dat feel-good moment geven in de stadions. Als je lekker in de kroeg of op je terrasje, balkon, tv zit te kijken. Ja, dat refrein dat krijg je echt niet meer uit je hoofd. Nee. Hoi! Dat is een beetje... Hoe groot schat je de kans in voor jezelf? Niet. Nee, eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk een fantastisch leuk nummer. Maar je hebt natuurlijk nummers van Wolter Kroes, met de Yeser heb je nou. En je hebt natuurlijk Johnny Gold, mijn grote fan-collega. Met Lee Towers, die doet het allemaal goed. En daar zit natuurlijk ook een beetje de commercie achter. Hè? Niet bij Johnny Gold, maar wel bij Lee Towers. Dat is natuurlijk... Ja, die mis ik. Ik doe het allemaal zelf natuurlijk. Ik verkoop wat balletjes en daar doe ik het van. Maar nee, dit, eerlijk is eerlijk, het loopt gewoon lekker mee. Maar Giel Beelen, ja, dat weet je niet. Dat ken natuurlijk maar zo dat ik over 2 weken in de studio bij 3FM sta. We gaan stemmen. Nu, en ik vind dit wel een confetti momentje eigenlijk. Maar de kampioen, oh wat een legioen. Hey, ho, 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 ho. Legioen, hey, ho, ho, ho. Dit WK-nummer een groot succes zal zijn, dat blijft nog even spannend. Stemmen op de Oranje Knallers, dat kan tot 5 juni, 10 uur. De top 3 zullen op 6 juni in de 3FM-studio bij Giel Beelen strijden om de titel.